game content is. Vandaag ga ik een potje FIFA 22 spelen. Kijk gerust mee hoe ik een potje FIFA 22 speel. Ik zou vandaag gaan voor een klassieke wedstrijd. Ik zou vandaag beginnen met Fortuna Sittard tegen PSV. Ik zou vandaag kiezen voor een klassieke wedstrijd. Vandaag speel ik met RKC Waalwijk tegen PSV. U kunt er gerust van uitgaan dat dit een mooie voetbaldag wordt. Met twee ploegen die garant staan voor goed voetbal. Over enkele minuten is de aftrap, dus niet zeppen, want de wedstrijd is hier live te zien. Oké, 3, 2, 1. Het lijkt een aardige dag te worden voor een geweldige wedstrijd. Welkom allemaal. Voor het commentaar luistert u vandaag, trouwens, bijna altijd volgens mij. Daar zie je de Vos, daar ben ik. En naast me zit Jeroen Guter. En het is tijd voor een ouderwetse pot Eredivisie voetbal. We rekenen op een fantastische wedstrijd. Voor minder? Ja, doen we het gewoon niet. Nou, al die supporters op de tribunes, die gun ik een spannend en meeslepend duel. En trouwens, onszelf ook. Mario Kutsen. Marco van Ginkel. Aanval van de Eindhovenaren. En een schot op doel. Hij houdt het schot tegen. De scheidsrechter wacht even met fluiten, maar geeft alsnog een vrije trap. De scheidsrechter is hem genadig en laat het bij een waarschuwing. Oppassen hoor, want dit soort acties, dat is vragen om een kaart. Kan Mario Kutsen ook vandaag weer belangrijk zijn? Wat denk jij, Jeroen? Die jongen is zo onverzettelijk. De keeper staat goed op te letten. Die haalt die steekpaas eruit. De bezoekers staan erop bekend dat ze graag druk uitoefenen op de tegenstander. En dat doen ze het liefst over het hele veld. Dus niet alleen voor het eigen. En hij schiet! Ja! En een redding! Denzel Dumfries. Marco van Ginkel. De aanval geopend door PSV. De tegenstander kan zich herstellen. De aanval loopt al dus spaak. De scheidsrechter wilde de vaart erin houden met voordeel. Begrijpelijk, maar hij fluit alsnog. Na die tackle is hij de bal kwijt. Hij geeft hem diep. Tegenstander verovert in hun verdedigende linie de bal. Goed gezien van hem. Doelkans om voor te komen. De bal blijft binnen na die redding. Marco van Ginkel. Hij schudt de tegenstander van zich af. En PSV weer in de aanval. Doelpoging, schot. Ja, nee. Terug via de paal. Nou, die bal had er best ingekund. Ja, ik denk dat hij daar net niet goed genoeg richt. En daardoor blijft het gelijk voorlopig. Deze tackle loopt goed af. Ze mogen inwerpen. Mario Kutsen. Niet meer aan de bal na die tackle. Maar die steekbal lijkt aan te komen.
Philippe Max. Return to sender. Terug naar afzender. Kijk, hebben we hem hard op doel schieten, maar hij gaat echt de verkeerde kant op. Dit moet veel en veel nauwkeuriger. Koekoek, hij is hem voorbij. Schot om voor te komen. Doelpunt, de thuisploeg scoort. Oh, kijk die supporters die vieren het doelpunt. Alsof de overwinning van deze belangrijke wedstrijd al binnen is. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. En van die afstand mag je niet missen. En dat doet hij dan ook niet. Lekkere goal. Het eerste doelpunt is gemaakt. Stand is 1-0. Nummer 29, Michiel Kramer. Met een tackle pakt hij de bal af. Hij gaat er voorbij. Schot is onderweg. Er zit iemand tussen. Een kans op een counter. Lijkt me nog niet klaar voor de counter. En het gevaar is weg. De doelman houdt de inzet van dichtbij tegen. En dat doet die keeper toch heel knap. Echt petje af. Bal naar het midden. Dribbelt verder richting doel. De medespelers in het midden gegeven. De voorzet is onderweg naar de tweede paal. Nog een minuutje extra speeltijd. Mario Götze. Philippe Max. Die bal is hij kwijt. We gaan rusten bij de stand van 1-0. Zo zie je, we gaan nu de rust in met de stand van 1-0. RKC tegen PSV. We gaan gauw door. We starten het spel gelijk verder. De Eindhovenaren hebben afgetrapt. En het tweede bedrijf is onderweg. Marco van Ginkel. Hier wordt op de bal gestreden. Mooi gegeven die bal. Pakt de bal goed af. Ja, de plaats is wel erg makkelijk te onderscheppen door Dumfries. Goed hoor, meteen bij die bal, die van Ginkel. Blijft aan de bal. Mario Götze. Denzel Dumfries. En we wisselen weer van balbezit. Goed ingegrepen en meteen balbezit op de helft van de tegenstander. De fluit klinkt voor buitenspel. Qua balbezit gaat het niet goed met de thuisploeg. Maar daar zullen ze niet wakker van liggen. Ze gaan immers aan de leiding.
plaats iets verder. Schiet! Ja, wat doet hij dan met deze kans? Helemaal niks! Deze kan het doelman makkelijk pakken natuurlijk. Ja, ik geloof niet dat de keeper hier nachtmerries aan overhaalt. Met die geweldige redding voorkomt hij dat de tegenstander gelijk weet te maken. En ik denk dat ze hem daar best wel even voor mogen bedanken. En PSV weer in de aanval. Iran Zahavi, het doelpunt en het staat weer gelijk. Hier zie je hoe de bal net onder de lat verdwijnt. De doelman kan er niet bij. Is het zijn schuld? Nee, want het is heel zuiver geplaatst. Bijna onmogelijk om te pakken. Goal. En het staat weer gelijk. 1 tegen 1. En nummer 7. Iran Zahavi. Mario Götze. Maak je wat van deze corner, dan pak je de voorsprong. Komt de hoekschop in het midden. Hij grijpt in, maar het gevaar blijft. Gevaar geneutraliseerd met die actie. Steeds aan de bal. Kans op de voorsprong. Het spel gaat verder naar die redding. Ja, hij probeerde te forleren. Maar ja, dat lijkt natuurlijk nergens op. Nee, hij had natuurlijk heel iets anders in gedachten. Nu zeilt de bal ver weg van het doel. Ze hebben besloten nu het team aan te passen. Mario Götze. Denzel Dumfries. Ze mogen de bal gaan ingooien. Nu kan de voorzet komen. Kijken wat hij ermee doet. Hé, joh. Wat een onbeheerste sliding. Als je dat op straat doet, krijg je de politie achter je aan. En op deze plek op het veld kun je er ook heel veel spijt van krijgen. Goed, alle reden denk ik om nog eens even te kijken wat er allemaal gebeurt bij deze goal. Het begint natuurlijk allemaal met die gevaarlijke steekpaas. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Een tegenvaller voor de Eindhovenaren. Ze staan achter. We beginnen aan de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Nee, dat is goed gezien. Dat is een gevaarlijke steekpaas. Het had best iets kunnen worden hoor. Maar ja, zoals Johan Cruijff al zei, er is maar één moment dat je op tijd kunt komen. Ben je er niet, dan ben je of te vroeg of te laat. Ja, dat is eigenlijk wel een van zijn mooiste uitspraken. Hij zit er goed tussen bij die pas. Alle ruimte op de flank. 1 doelpunt voor. En nog 5 minuten op de klok om die voorsprong te verdedigen. Daar krijgen ze de bal weer in bezit. Is alweer even aan de bal. Dit was een riskante sliding zo in de eigen 16.
De vierde official geeft 2 minuten blessuretijd aan. Steekbal door de lucht. Nee, nu is het buitenspel. Die speler komt gewoon te snel in actie. Natuurlijk. Het is hartstikke moeilijk met zo'n verdediging die ook niet altijd staat te slapen. Ja, niks mis met de steekpaas. Alleen ging de beoogde ontvanger te vroeg weg. Afgelopen, ze winnen de derby. Zo zie je, hier winnen we weer met 2-1. Mocht je nog geen abonnee zijn, abonneer je. Mocht je nog geen like hebben achtergelaten, laat een like achter op een van onze video's. Mocht je nog geen reactie hebben achtergelaten op een van onze video's, laat dan een reactie achter. En voor nu zeg ik je bedankt voor het kijken en tot de volgende gameplay.